Hij begon als agent in Den Haag en klom op binnen de politieorganisatie. Sinds een jaar staat hij als korpschef aan het hoofd van de Nationale Politie. Een organisatie die onder zware druk staat door personeelstekort, het handhaven van de coronamaatregelen en de vele demonstraties. En dan zijn er ook nog interne problemen met racistische appjes van agenten. Welkom korpschef Henk Van Essen. Um, we zagen net de opening van het NOS-journaal. Geweld tegen, niet mals, vond ik, de beelden zijn indrukwekkend... tegen journalisten bij kerkdiensten. Vanochtend bij In Krimpen aan de IJssel en bij de Sionkerk in Urk. Wat denkt u als u die beelden ziet? Ja, Ik zag het net ook op het journaal. Nou, eh, onacceptabel. Eh, eh, geweld is sowieso on onacceptabel. En zeker als ook journalisten werk doen. Eh, ik begrijp trouwens dat eh, de, eh, de man die geweld toepast in Krimpen aan de IJssel... al aangehouden is. En eh, wat ik daar gezien heb, heeft weinig te maken met verdraagzaamheid. Nee. Vooral bij een kerk. Dat is toch opmerkelijk? Ja, nou, mijn laatste opmerking heeft weinig te maken met verdraagzaamheid. Ja. Dit verwacht je niet. Het uh, kabinet heeft een oproep gedaan om bijeenkomsten zo klein mogelijk te houden. Uh, uh, als journalisten daar uh, belangstelling voor hebben, moeten ze gewoon hun werk kunnen doen. Dan moeten ze niet met geweld geconfronteerd worden. Ja. En dus kom ik terug op het onderste. Het feit dat er in een kerkdienst, want daar gaat het natuurlijk allemaal om, dat er 700 mensen naar een kerkdienst gaat, gaan, kan dat? Ja, volgens mij heeft het kabinet een oproep gedaan om dat niet te doen. Uh, en uh, uh, in het bestuur is en uh, in hoeverre je dat je wel of niet kan beperken. En in uh, dit geval is uh, de oproep in twee steden is, uh, uh, anders geïnterpreteerd. Of moment ja. heeft toch gekozen naartoe te gaan. En dan moeten de journalisten en werk kunnen blijven. Doen. Ja. ja, dit gaat natuurlijk allemaal over de druk in de samenleving die oploopt. Uh, de onvrede, de frustraties. Eerst even, we hadden het net over de onrustige week op het Binnenhof afgelopen week. U bent ervoor om het, de orde te handhaven aan het einde van het proces. Wat betekent uh, de chaos, de onrust op het binnenhof voor uw werk, voor de politie? Kijk, in deze bijzondere tijd is vertraging altijd ongewenst. En uh, de, 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 de samenleving uh, snapt dat perspectief. Uh, uh, mensen zijn zat, ik ben het zelf ook zat. Hè. Uh, het uh, ongenoegen neemt toe. En uh, wat, waar men benieuwd naar is, is het perspectief wat het nieuwe kabinet biedt. En dat zou ik zo snel mogelijk willen zien. Wij als politie, als handhavers, het sluitstuk van al die maatregelen... hebben belang bij perspectief en bij eenduidigheid. En dat is er niet op dit moment? Nou, er is... Daar kun je vragen over stellen. Het is onduidelijk. Hè? Het, uh, ik weet of u nog weet, toen uh, we de verkiezingen hadden gehad... en de nieuwe maatregelen voor de komende drie weken moesten worden vastgesteld... werd door de ene partij gezegd, ik wil gelijk van de avondklok af. Deze is toch weer doorgezet. En dat soort boodschappen helpt niet. Eenduidigheid, een consistente boodschap... is denk ik van belang voor de samenleving, maar in ieder geval ook voor ons als handhavers. Wat merkt u daarvan, de handhavers op straat... als het gaat om vertrouwen en vooral draagvlak? Wat merkt u? Kijk, de, de, wij hebben altijd als politie gezegd: als ik dat eerst nog even moet zeggen, als het om de maatregelen gaat, he, dan moet je kunnen uitleggen wat die maatregelen bijdragen aan het bestrijden van het virus. Daar gaat het om. Aan het voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast wordt. Want daar zijn we op ingesteld. En van belang is of er maatschappelijk draagvlak voor is. En dan kom je pas toe aan de vraag van de handhaving. Het gaat eerder om de vraag van de naleving van de maatregelen. Daar bereid toe is. Dan dat je de handhaving centraal zet. Handhaving, repressie gaat nooit draagvlak creëren voor de maatregelen. En wat je ziet, terug naar uw vraag, is dat eh, het ongenoegen toeneemt. Dat zien wij. He, wij worden als uh, politie, maar ook alle andere handhavers doen, steeds vaker geconfronteerd met uh, uh, mensen die het niet snappen, het er niet mee eens zijn, die letterlijk tegen politieambtenaren zeggen: kom aan onze zijde staan. Nou, en, uh, uh, en ik snap ook, het echte perspectief zit natuurlijk in het, uh, in het vaccineren, maar uh, wij worden meer geconfronteerd dan voorheen. En met de protesten. En wat we als Nederlandse politie altijd willen en altijd hebben kunnen doen... is dat wij niet tegenover demonstranten komen te staan, maar tussen de demonstranten. Maar op dit onderwerp wordt het ons buitengewoon moeilijk. Ja, draagvlak is dus aan het verdwijnen. Dat zegt u eigenlijk en u merkt het op straat. Want het aantal demonstraties blijkt uit uw cijfers over het afgelopen jaar. Eerste helft van 2020, 1200 demonstraties. Mm -hmm. Tweede helft van 2020, hoeveel? 2500, hè? Verdubbeling. Een verdubbeling. Ja, uh, dus er dan, is woede op straat? Nou, er is onvrede. Het maatschappelijk ongenoegen, dat is een beetje een term die wij gebruiken, ja. neemt toe. En, uh, en wij willen als politie, want ik zit hier naam, vooral namens de politieorganisatie, wij willen als politie in verbinding blijven met die samenleving. Dat hebben we altijd gedaan. Dat is de kracht van de Nederlandse politie. En uh, dat wordt in, in op dit soort momenten buitengewoon lastig. Laten we even kijken naar uh, de manier van optreden van de politie. Want we zagen ook. Soms on-Nederlandse taferelen. Harde confrontaties op straat. Dit zijn de beelden. Kijk, kijk, het staat er weer allemaal op. Malieveld uh, in Den Haag. Uh, nou ja, dit, dit, dit zie je niet zo vaak in Nederland. Dat iemand zo in elkaar gerost wordt. Als u die beelden ziet. Wat dacht u? Dit is natuurlijk het meest navrante beeld. Nou, we gaan iets te snel weg. Maar die mevrouw die onder die auto kwam. Ja, laat ik dat laatst eerst even zeggen. Uh, dat is niet fraai. Er is, is ook geen opzet achter, uh, achter geweest. Mm -hmm. De politie heeft in Den Haag, de heer Musche... heeft deze mevrouw gebeld en een excuus aangeboden. Uh, laat ik dat ook even hier toch gezegd hebben. Uh, uh, het, ik, ik, zie, ik denk verschillende dingen. Eén, uh, als je dit ziet, hè, politiegeweld is nooit vrij. Dat ziet er niet fijn uit. Mm -hmm. En in dit geval is het ook fors geweest. Maar als eerste wil ik zeggen... laten we oppassen dat we een totaal politie optreden. Hè? Dat het oordeel wordt geveld op grond van een paar incidenten. Dat zou mijn eerste opmerking zijn. Tweede opmerking is dat als wij politiegeweld gebruiken, u zei het net al, het is een beetje onnederlands, dan ga ik ervan uit dat het echt noodzakelijk is. Wij zijn een politie die uh, terughoudend wil zijn met geweld. En terughoudend is met geweldgebruik. En als wij het doen, dan ga ik ervan uit dat er een aanleiding voor is. Of door het gedrag, of door het geweld wat wij zelf ontmoeten. Heeft u het onderzocht? in deze uh, Dat wordt nu onderzocht, wordt ook zorgvuldig onderzocht. Daar wil ik zoiets over zeggen, over de transparantie daarbij. Ja. Maar wat wij zien met de, uh, en dan toch even terug naar die onvrede van net. Wat wij zien is... Is dat de demonstranten of de demonstratie er zijn uh, vaak gekaapt worden of dat he, door anderen die niet zozeer willen demonstreren, maar een de confrontatie zoeken met de politie. Ja. Dat maakt het op dit moment zo moeilijk. En, uh, en als mensen de confrontatie zoeken, en ik, ik, ik signaleer mensen die uh, uh, zich ervoor kleden, beschermde kleding aan hebben, mensen die wapens bij zich hebben, dan mag van de Nederlandse politie verwacht worden dat we dat begrenzen en dat als het ja. nodig is, geweld gebruiken. Dan naar uw vraag, he, want die wil ik graag beantwoorden. Ja. Dit soort casus onderzoeken we, want als je geweld gebruikt is een groot goed. Mm -hmm. En daar hoort bij, en ik heb net de heer Wijershoor gezegd over een open bestuurstijl. Wij moeten verantwoording afleggen, transparant zijn over de wijze waarop wij ons werk doen. We hebben ingrijpende bevoegdheden. We mogen mensen aanhouden. We mogen geweld gebruiken. En die verantwoordelijkheid eist dat we ook verantwoording afleggen. Ja. Transparant. zal ook in deze casus gebeuren. En als zou blijken dat het geweld in deze casus te fors is, dan zullen we daar ook lering uit moeten trekken okay. voor de volgende keer. Zeg, uh, deze. Demonstraties, dat uh, hebben we te horen gekregen van de Amsterdamse hoofdcommissaris Pauw. Die zei in NRC Andersblad uh, dat kosten uh, dat koffiedrinken op Museumplein, dat kost ongeveer een half miljoen per weekend om voor de politie om dit uh, tegen te houden of in ieder geval te begeleiden, hoe je het ook wil noemen. Uh, is dat geld er nog? Heeft u genoeg middelen op dit moment? om dit allemaal te doen? Nou, kijk, mij gaat het minder om het geld, want het is teruggerekend in uren. Mm -hmm. Mijn zorg, en ook van de heer Pauw, zit in het feit... dat al die uren die we op het Malieveld of, of Museumplein staan... Ja. wij niet zichtbaar zijn in de wijk. En, dat, en ik heb gisteren in het AD gezegd... wij staan als Nederlandse politie te lang eenzijdig aan. Geen uh, misstand erover... Wij zullen demonstraties altijd proberen mogelijk te maken. Het grondrecht voor demonstraties ja. is een groot goed. Maar als de focus elk weekend zit op het handhaven van de openbare orde, dat ze doen diezelfde collega's die door de week in de wijk aanwezig zijn, zijn we daar minder zichtbaar. En daar heb ik wel een sjaal van af willen geven, want dat is de kracht van de Nederlandse politie, dat gebiedsgebonden werk, dat dat onder druk staat en dat te lang alleen de focus op de openbare orde niet goed is. Wij zijn de politie die de Nederlandse politie die in de wijk verbonden wil zijn, zichtbaar, netwerken opbouwen in de wijk... preventief signaleren wat er gebeurt, dat staat onder druk... door het feit dat nu de focus zo op die openbare onderdeel ja. Dan even over die transparantie waar je het over had. Weer NLC Handelsblad publiceerde eerder al over het Korps Rotterdam... vreselijke berichten over politie-appgroepen... waarin zaken verschenen als, ik citeer, en het ging dan over Marokkanen, Turken... kankervol, kut-Afrikanen en pauper op wie ze willen schieten. Vijf van deze agenten die kregen eind februari een schriftelijke berisping. Dat is de lichtste disciplinaire straf die er is. Uh, wat dacht u? Dat, dat zal ze wel leren, de politieagent? Nou, wat ik eerst dacht, dat het niet professioneel is, kwetsend, onnodiggevend, niet despolitisch om dit soort dingen te uiten, laat ik daar eens mee beginnen. Het gebeurt wel. Ik, het, het gebeurt, en daar is ook tegen opgetreden. De norm is gesteld, dit hoort niet bij de Nederlandse politie wie we, wie we zijn. Maar een benesping, dat was de vraag eigenlijk. Ja, is dat, dat is de lichtste disciplinaire die, straf, is Kijk, dat dat is een, daar heeft de uh, heer Westerbeek, het politiechef van Rotterdam... helemaal duidelijk uitgelegd hoe dat tot stand gekomen is. Daar zit een advies van de AGFA, dat is een adviescommissie... Uh, die gaat over grondrechten en de functie... Uh, en de, en de, ja, van, van de politie Antaraan. zelf? Nee, ja. nee, 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 dat is een externe commissie door de heer Quijen voorgezet. Je mag geen disciplinaire straf opleggen zonder eerst die commissie uh, geraadpleegd te hebben. En in de hele context hebben die gezegd dat dit uh, acceptabel is. Nou, wij zullen, gelet op alle commotie, wij zullen dat sancties... Stelsel, hè? Of dit een terechte en een, 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 een te zaken diende, als ik het zo mag zeggen... een, een effectieve ja. sanctie is, eh, die, dat gaan we nog onderzoeken. Waar het mij om gaat, is dat dit niet bij de politie eh, thuis wordt. Dat we dat debat met elkaar aan moeten gaan. Dat doen we ook, hè? dat we hiervan eh, moeten leren... dat er op andere manieren gekeken worden. Wij zijn een inclusieve politie. En eh, dit soort uitluidingen worden dat okay. die bij die norm is gesteld. Andere is vo ander voorbeeld, uh, het 16-jarige Turkse meisje Humera, die, die is in december 2018 door een stalker op school vermoord. Weer een appbericht van een politieagent. Weer een Turk minder. Uh, ja, opnieuw zo'n voorbeeld waarvan je dan denkt... het uh, ging zelfs om een meisje die sa samen met haar zus... 30 keer naar de politie gebeld ja. over de bedreiging van die stalker. Drie keer aangifte gedaan. Hoe moet dit nieuws overkomen bij de familieleden van haar? Als je dat dan leest. Buitengewoon kwetsend. En ik, ik, ik kan dat eigenlijk... Ik, ik... Inlevend, dat, dat kan niet. Uh, ik heb wel begrepen, dat dat ik dan nog één keer gezegd heb dat het niet over humeren ging volgens collega's. Maar of dat wel of niet uh, nee. zo is... voor die familie is dit onnodig kwetsend, doet dat pijn. En hebben wij ook afstand genomen, en ik zeg het hier nog een keer... dit is niet wat bij een Nederlandse politie hoort. Racisme en discriminatie... Hoort niet bij de politie. Wij zijn het ook niet, vind ik. Maar er, komen, uh, 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 er zijn collega's die zich zo uiten. Dit soort incidenten komen voor. Die moeten we de kop indrukken. Daar moeten we een norm tegenstellen. Kijk, en ook ik... het debat met elkaar over aangaan. Ik vraag het meneer niet. Van Essen, omdat in uw eigen korps... zoals de grote verontwaardiging over het feit, over die eerste appjes waar ik het over had. Zij de andere politieagenten, ja, dit kan niet. Zo'n lichte straf voor dit soort uitlatingen, daar hebben wij last van. Want als wij de straat op gaan... Dan worden wij uitgemaakt voor racisten en worden wij erop aangekeken. Hebben die mensen niet gelijk uit uw eigen korps? Die zeggen van ja, als je het zo laat lopen, dan, dan uh, lost het niks op. Nou, wij laten het niet zo lopen. Ik toch nog een keer. Wij zijn ook het gesprek aangaan. Ik zit onder tegen andere met de mensen. Die... ja, maar, Ja, maar ik geef aan wat wij dat ja. gedaan hebben. En wij zijn het debat aangegaan met uh, onder andere de diverse netwerken. Die hebben ook het sjaal opgepakt. Die hebben ook tegen ons gezegd als leiding: hoe kan dit nou? We hebben uitgelegd hoe het gekomen is. We zijn ook met hun in, in, in gesprek. Ik vind ook niet alleen de interne kant van het vertrouwen, maar ook de externe kant. Het ja. feit dat, uh, wij, uh, uh, dat het beeld zou kunnen ontstaan. Hè? Uh, dat uh, dit normaal is bij de politie, wat het niet is, dat doet ook iets met het vertrouwende samenleving van ons. En ik heb net al aangegeven dat de Nederlandse politie juist die verbinding zoekt en die inclusie zoekt en voor een politie voor iedereen wil zaken. Vindt u dus... het zelf een terechte, vindt u u persoonlijk, vindt u het een passende straf? Ik vind zelf dat, uh, gelet op de hele context het proces gelopen zoals het gelopen is. Ik, zei, ik heb net tegen u gezegd dat we in gesprek gaan om dat sanctiestelsel, zo noemen we dat dan, nog eens goed tegen het licht te houden. Dus de tijden veranderen, de, het, het maatschappelijk uh, uh, debat verandert. En wij moeten ons zeer bewust zijn welke positie we innemen. Dat we vertrouwen van zowel onze collega's intern moeten behouden als het vertrouwen van de samenleving. Ja, maar dan maak ik dan het op dat u zegt van, nou ja, dat kan beter. Dat kan beter. Als u het zo samenvat, dan kan zeker beter. Ja. Nog één vraag hier dan over. De klokkenluider die het allemaal heeft aangekaart, die is door zijn collega's weggepest, werkt nu elders. Dat is nou, ook merkwaardig. Nee, nee, maar dat blijft u die vraag stelt. Ik heb gisteravond contact gehad met uh, uh, de politiechef uit Midden-Nederland, Matthijs die heeft deze collega gesproken. Deze daar collega, werkt, die, daar, werkt, ja, daar collega. werkt hij niet. Deze collega is niet weggepest, deze collega heeft zelf de kans gezien. In Carrière stap te maken. Is daar volgens mij operationeel expert geworden. Uh, uh, en hij heeft last van het feit dat dit nu zo gevreemd wordt. Ik heb dat gisteravond uh, uh, nog met Matthäus Zietersin gesproken. Ik wou er niet zo over beginnen, maar nu u de vraag stelt. Ik neem er afstand van dat deze collega weggepest. U zegt dat is onzin? Uh, deze, de, ik heb begrepen dat deze collega zelf aangeeft dat dat onzin is. Okay. Uh, heel in de verte hoor ik uh, politie sirenen. Het kan weer een drukke dag worden voor u. We zagen net al: er worden picknickmanden uitgedeeld. Misschien wel hartstikke lief bedoeld allemaal. Hier in Amsterdam zijn weer demonstraties aangekondigd. Wat wordt dit voor een dag vandaag? Uh, nou, dat gaan we zien. Uh, een, 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 een dag waarin uh, op, sommige, op, op vele plekken, op sommige plekken, ik kan ook niet inschatten hoeveel, het uh, maatschappelijk ongenoegen naar voren komt. Uh, en waar uh, wij uh, ons als politie uh, toe hebben te verhouden. En uh, nou, we gaan het zien. Ik heb er vertrouwen in dat we dat op een professionele en een goede wijze doen. En dat we de verbinding blijven zoeken. Wat is het belangrijkste bericht aan de formateurs die ooit weer aan tafel zullen komen bij het kabinet? Uh, dat, 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 dat we. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je de basis van onze samenleving is de rechtsstaat. En die rechtsstaat, hè, de veiligheid moet gegarandeerd worden in de, in de samenleving. Het recht van de sterkste kan niet gelden en mensen die zich niet... Aan de spelregels houden moet gecorrigeerd worden. Daar moet je ook in willen blijven investeren. Dat gaat niet alleen over de politie. Dat gaat over het openbaar ministerie, over de rechtspraak, over de reclusering, over de advocatuur. Dat er voldoende oog blijft, daar heeft onze minister de vorige keer wat over gezegd in dit programma. Dat er voldoende oog blijft en ook een goede, stabiele financiering is voor eh, de eh, rechtsstaat. En ja, wij als politie hebben daar een grote wens toe. Wat ik zie. Is dat uh, ons gebiedsgebonden werken, daar heb ik net iets over gezegd, mm -hmm. onder druk staat? Wij, uh, er moet geïnvesteerd worden, er moet echt geïnvesteerd worden in versterking van de basis. Hoeveel teams. moet erbij? bij? Dan sluit ik Nou, het nou weer. Het, wij vragen totaal 600 miljoen, maar dat mm -hmm. gaat om twee zaken, als ik dat nog uh, kan uh, zeggen. Heelkig. Dat gaat over de gebiedsgebonden samenversterken versterken en de samenleving digitaliseerd. Uh, het onderscheid tussen fysiek en digitaal ja. neemt af en we zullen extra moeten investeren in die uh, digitalisering. Ik hoop dat er iemand meeluistert, maar er zijn op dit moment verkenners die opnieuw moeten gaan verkennen waar ze naartoe moeten nou, ik, verkennen. Nou, ik ga het opdoen. Haal de uitvoering aan de formatietafel. Ja. Dank u wel voor uw komst vandaag. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.